Oké, ik moet iets toegeven, jongens. Ik ben heel misschien een beetje verslaafd aan Brawl Stars. Ik heb gisteren een video geüpload en ik snap er helemaal niks van. Ik snap er nog steeds niet heel van, maar ik heb wel heel veel tips van jullie gekregen, waardoor ik het iets beter snap. Dus voor de mensen die deze video eerst kijken, ga ook die van gisteren even kijken. Maar ik ben dus best nieuw in Brawl Stars, snap er helemaal niks van. Dus heb jij nou tips voor mij? Laat het even weten in de comments. En wie weet, dan heb ik wat aan die tips. Elke tip die nuttig is, die ga ik een like geven. En like meteen ook even deze video en abonneer op mijn kanaal voor meer Brawl Stars. Maar je hebt toch gezien aan de titel, wij gaan vandaag wat heel leuks doen. Wij gaan namelijk 10 megadozen openen. En dat kostte me best wel veel geld. Ik had gedacht dat het iets minder kostte, maar fuck it. We gaan het gewoon doen. Zoals je ziet zit ik nu op dit moment in Brawl Stars. En één tip die jullie al gaven was, ga even hier naartoe. Hier is een gratis Battle Pass, maar je kan dus dingen claimen. Dat wist ik niet, dus we gaan meteen even dingen claimen. We gaan deze skin, als ik erop klik, kon ik hem claimen. Oké, ik moet waarschijnlijk eerst de eerste claimen. En dan gaan we meteen onze eerste doos openen. En we krijgen 2 items. We krijgen plus 6 voor Barley. Hoe heet die bliksemschichtjes? Laat het even weten, want ik noem het telkens dingen. Krachtpunten, het staat gewoon letterlijk boven. Lekker, Jessie. En we krijgen 10 krachtpunten voor Shelly. Oké, dan gaan we lekker door. Nu kunnen we deze brawler kunnen we even gaan unlocken. Zo heet het volgens mij. Nita. Nita valt haar vijanden aan met een schokgolf. Met haar superaanval roept ze een enorme beer op. Oh, die aan de zijde vecht. Oké, dat is best wel vet. Maar we hebben nog een knokdoos. Dus die gaan we ook even openen. We krijgen weer 2 items. We krijgen weer 15 krachtpunten voor Shelly. En 15 voor El Primo. Oké, een 3 edelstenen. Dat is best wel lekker. Laat trouwens even in de comments weten wat jullie favoriete knokker is. Want hé, dan ga ik die ook gebruiken. Want ik weet dus niet wat goed is. En we hebben een nieuw evenement. Showdown. Ja, als ik nu op zo'n evenement klik, hè. Oh, je kan hier kun je spelen. Oké. Misschien gaan we het zo wel even doen. Maar wat is edelstenen grind? Wat is dat? Is dat de game mode die ik nu speel? Die ik gisteren speelde? Ik snap de evenementen niet. Letterlijk alles wat ik in deze video fout doe met Brawl Stars, moeten jullie even laten weten in de comments. Want ik snap het hele spel niet. Maar wij gaan even naar de winkel toe. Nee, zie je, dit doe ik al verkeerd. Waar kan ik die dozen kopen? Oké, ik kan dus blijkbaar wel in de winkel kopen. We kunnen in totaal 11 megadozen openen. We hebben er net al 2 gedaan. Daar hebben we er in totaal gewoon 13 gedaan. Oké, dat is best sick. We gaan de eerste megadoos openen. En hopelijk krijgen we wat leuks. En wat ik al weet, hier, resterende item 6. Als er 6 staat, krijg je dus een knokker. Wat eigenlijk, denk ik, wel het leukste is in de hele pack opening. Of in de box doos opening. Dus die tip weet ik al van jullie. We hebben nu 196. We krijgen 13 krachtpunten, niet heel veel. 20 krijgen we. Voor Barley krijgen we de 20. El Primo krijgen we de 69 voor. Oké, dat is best veel. Laat trouwens even in de comments weten welke brawler ik moet gaan upgraden. Wat slim is, want ik weet het niet. En we krijgen voor Poco krijgen we er nog 70. Maar nu krijgen we dus een nieuwe brawler. En we krijgen Rosa. Er staat knokker zeldzaam 4 van de 4. Wat betekent dat 4 van de 4? Dat weet ik ook niet. Deze boxer botanie. Wat is dat nou weer? Plant haar voeten in de aarde. En geeft een duimbreed. Oké, ik snap er helemaal niks van. En we krijgen 5 edelstenen. Dat is toch wel even lekker. Oké, weet je wat? We gaan gewoon lekker meteen een volgende megadoos openen. We krijgen weer 6 items. 319 munten, wat best wel veel is. We krijgen maar 8 krachtpunten voor Shelly. 20 voor Poco. 20 voor Rosa. We krijgen er 32 voor Barley. El Primo krijgen we er weer 50 voor. En we krijgen een nieuwe knokker. Oeh, deze is blauw. Is deze zeldzamer? Super zeldzaam. 2 van de 4. Daryl valt aan met zijn dubbel loopsgeweren. Met een superaanval rolt hij in zijn stuiterende ton. Oké. En we krijgen nog 3 edelstenen. En we gaan gewoon lekker meteen de volgende doos openen. Laat trouwens ook even in de comments weten, wat is het zeldzaamste wat jullie ooit hebben gekregen uit een doos? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En kan je ook knokkers krijgen uit normale dozen? Dat weet ik niet. Laat het ook even in de comments. 188 munten. Krachtspunten weer erbij. Voor Penny 12. Voor Daryl krijgen we de 16. Dat is onze nieuwe. Oké, dat is best wel leuk, denk ik. Poco 46. Nita 86. Dat was die beer, toch? Ik weet het niet zeker. En we krijgen een nieuwe brawler. En we krijgen BAM! En dit is een paarse. Dus deze is episch. Dat is volgens mij best wel goed. Ik weet het niet zeker. Pam schiet vanuit de heup. En doorzeeft haar vijanden met granaatschrijver. Nou, waarschijnlijk weten jullie het allemaal wel. Ik ga dat gewoon lekker zelf even lezen. Waarschijnlijk elke brawler die we krijgen, die kennen jullie al. We gaan gewoon lekker nog even een mega doos openen. We krijgen 5 items. Dus nu krijgen we volgens mij geen brawler. 240 munten. We krijgen weer lekker krachtpunten erbij. Zo, voor Shelly ook weer. Voor Rosa.
Ja, dit was volgens mij best wel een slechte doos. Maar we kunnen er nog een aantal openen. Dus we gaan gewoon even lekker door met openen. We gaan nog even deze doos openen. 336 munten. Oké, dat is best veel. We krijgen Nita punten erbij. Voor Barley krijgen we erbij. Voor Shelly krijgen we erbij. El Primo krijgen we erbij. Daryl en... tokenverdubbelaar. Oké. Ik had eigenlijk gehoopt op een brawler weer erbij. Want eigenlijk vind ik dat wel het leukste wat je kan krijgen. Kom maar, we gaan er gewoon nog meteen de VN openen. Maar 5. Shelly krijgen we. 8 maar. Daryl krijgen we 11. Van Nita krijgen we 25. Van El Primo 40. En van Pam krijgen we 54. En 10 edelstenen. Oké, 10 edelstenen, dat is best wel veel. Dat is best wel lekker. Maar we gaan even terug en we gaan even naar de knockers toe. Dit zijn de knockers die ik op dit moment heb. Ik heb er maar 9. Maar ik kan ze allemaal upgraden. Maar ik weet dus niet welke het beste is en welke ik het beste kan upgraden. Want het kost natuurlijk munten en ik heb niet onbeperkt munten. Dus laat even weten in de comments welke ik moet gaan upgraden, oké? Want dan ga ik dat in de volgende video gewoon even lekker doen. En dan gaan we er een paar potjes mee spelen. Gaan even kijken wat we allemaal kunnen doen. Jullie mogen de volgende video bepalen. Ik ga namelijk... Ik heb nu volgens mij best wel veel muntjes en... best wel veel knockers voor een beginner. Omdat ik een paar boxen open, een paar dozen open. Dus jullie mogen bepalen wat ik daarmee allemaal moet doen. Want ik heb echt geen idee. Oprecht niet. Oké, we gaan weer even naar de winkel toe. En we gaan weer even een mega doos openen. En wat gaan we krijgen? 240 munten. 9 voor Brawl erbij. Nita krijgen we 12. 29 voor Rosa. 34 voor Shelly. Ja, allemaal heel leuk. Maar ik weet dus echt niet wat ik ermee kan, jongens. Dat moeten jullie even achterlaten. En we hebben er nog 1. 3 edelstenen. Ik wil eigenlijk nog even knockers bij. Ik heb er 9. Ik wil er even wat meer. Kan je trouwens ook dubbele krijgen? Laat het ook even weten in de comments. Oké, we gaan de volgende openen. 390 munten. Pam 21. Voor Rosa 22. Voor Shelly 34. En voor Daryl 35. En krijgen we een brawler. Nee, we hebben al een tijdje geen brawler meer gehad. Of een knocker. Is dat hetzelfde? Ik weet het niet. Ik wil even een knocker erbij hebben. Hier kan je ze ook kopen. Is dat slim om er één te kopen? Zijn deze goed? Ik weet het niet. Of, nee, dit zijn gewoon... Oh, oké. Ik snap het al. Voor bepaalde knockers kan je dus ook een skin kopen. Dat is ook wel leuk. Dat wist ik niet. We gaan gewoon nog even een mega doosje openen. Come on. En weer 5. Dus volgens mij krijgen we weer geen knocker. 14 van Nita. Daryl krijgen we 20. El Primo 21. Barley 40, dat is best veel. Shelly 68, volgens mij heb ik er nog nooit zoveel gehad. En weer 5 edelstenen, leuk. Maar ik wil even knockers krijgen, dat vind ik eigenlijk het leukste. Oké, we kunnen er nog 2 openen. Dat gaan we eventjes doen. We gaan de laatste 2 gaan we even openen. En we krijgen 6, dat betekent volgens mij dat ik een knocker krijg. Voor Barrel 8 van die krachtspunt is niet heel veel. Voor Daryl 14. Voor Penny 20. Voor Rosa 38 en krijgen we nu... Nee, voor Poco 74. Oké, dat is meer dan net. En we hebben er nog 1 over. En we krijgen een brawler. En is dit een goeie? Nee, dit is volgens mij niet een hele goeie. Maar waarom staat er super zeldzaam 3 van de 4? Wat als je ze alle 4 hebt? Krijgen we dan wat bijzonders? Wat houdt dat in? Laat het even weten in de comments. En we krijgen nog 5 edelstenen erbij. Kom maar lekker binnen. Dankjewel. En dit is de laatste die wij kunnen openen. De laatste megadoos. Misschien kunnen we daarna nog een normale openen. Ik weet het niet zeker. En we krijgen geen knocker erbij. Oké, we krijgen 16 voor Carl. Die hebben we net gekregen volgens mij. 23 krachtspunt voor Shelly. 24. Barley 35. 70 voor Nita. Dat is best veel. En dat was het. En hoeveel hebben we nog over? Oh, we hebben er nog 33 over. Weet je wat? We gaan nog even een grote doos openen. Waarom niet? Kunnen we hier een knocker uit krijgen? Ik weet het niet. Nee, alleen maar krachtspunten. Maar schijnbaar is dat dus wel heel goed, want anders betaal je er niet voor. Maar we hebben nu 4000, hoe heet die munten? Ja, gewoon munten. We hebben 4000 munten en we hebben deze knockers. En ze zijn allemaal nog best wel slecht. Maar hoe kan ik die het beste upgraden? Dat wil ik even weten van jullie. Laat het even weten in de comments. En wat ook wel leuk is, vorige keer zat ik met Poco, zat ik tegenstanders te damagen met mijn special move. Maar dat kan dus helemaal niet. Het is gewoon om te healen. Dus dat weet ik in ieder geval wel weer. Laat even weten welke brawler die ik nu heb het beste is. Ik denk natuurlijk deze. Deze is het meest zeldzaam. Het is best wel een goeie. En weet je wat? We hebben er zoveel. We gaan hem gewoon even 1 keer upgraden. Dan gaat gezondheid gaat omhoog.
Genezing gaat omhoog, schade gaat omhoog. Oké, dat gaan we gewoon even lekker doen. Die gaan we gewoon upgraden. Oké, en nu kan ik hem niet meer upgraden, want ik heb geen krachtpunten meer. Dus het is gewoon, denk ik, belangrijk om zoveel mogelijk krachtpunten te verzamelen. En dan uiteindelijk steeds betere knockers te krijgen. Maar moet je al je munten stoppen in één knocker, of kan je het beter verdelen? Laat even weten in de comments. Ik vraag heel veel of jullie dingen in de comments willen laten weten, maar ik ben gewoon nieuw in Brawl Stars en ik wil het gewoon leren. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Smash even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En zoals ik al zei, laat even leuke video-ideeën van Brawl Stars achter in de comments. En dan zeg ik, laat het mensen.